every single day, cause I love my occupation. Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it. Hey, I'm on vacation every single day, cause I love my occupation. Hey, I'm on vacation every single day, every single day. We staan nu langs de kant van de weg. We hebben net echt een noodstop moeten maken. Ja, er kwam een kangoeroe oversteken. Er zijn hier knetterveel kangoeroes. En daardoor is onze keukenkast helemaal omgeflikkerd. Want we hebben heel veel boodschappen gedaan en daardoor hebben we wat extra gewicht. En ik denk dat hij daardoor om is gevallen. Dus moeten we hem even maken. Nou. Jongen, ik ga die kangoeroe die heeft trouwens overleefd. En ze heeft hij geluk gehad. Eikel. Ja, en daar zit er toevallig eentje. Oh, hoe draai ik hem om? Dat kan niet. Dat kan niet? Nee. Maar... Hij zit er weer in. Hij is weer helemaal goed. En helemaal vastgeschroefd. De indeling zelfs is aangepast. Ja. Dus hopelijk houdt hij het nu wel. Zagen we dan het pomp... Oh, hij leek daar aan alle kanten zien. Het enige pompstation voor tussen de hoeveel kilometer? 500 kilometer? Dat kun je ook zien aan de prijs, want we betalen 1,79 per liter diesel. En diesel is ook nog wat goedkoper. Ik ben benieuwd wat we zien hier toch? Het zou nog wel duurder zijn. Dus we pompen precies hoeveel we nodig zijn voor het volgende pompstation. Terug moeten rijden naar Alice Springs.
het zuiden te rijden. Dus dat is even een tegenslag. Ik was net nog niet in staat om even in het filmpje te komen. Want ik was woest. Voor mezelf was de tegenslag achter elkaar. Maar inmiddels weer wat gekalmeerd. En weer onderweg. Uitdaging 200 in deze Outback. Onze band is geklapt. Hoe noem je het? Ja. Fuckzooi. Nou, dus we gaan een band vervangen. Midden in de Outback, zonder bereik. We houden het op! Op de bouwer, kunnen wij het maken? Hij zit hier, woehoe, we gaan weer rijden. Wie de wie was, wie de wie was, wie de wie was vandaag? Ik heb de banden vol met wit, ja ik heb jou niks te klagen. Wie de wie was, wie de wie was, wie de wie was vandaag? We hebben net een bus gevonden. Oh, we zijn echt heel erg. Achtergelaten hier. We zijn echt heel erg. We hebben net een bus gevonden, hier zo. En die staat aan de kant van de weg. En we hebben even gekeken en die heeft dus dezelfde grote band. En nu gaan we gaan denk ik gewoon de band gaan we eraf halen hier. Want ons reservewiel is dus weg. Die is dus kapot. Of die hebben we dus net gebruikt. Dus ik denk dat we... Oh, wat spannend. Ik vind het gewoon een beetje eng. Er ligt ook nog van alles in die bus. Ik zal het zo even laten zien. Kijk nou, het ligt gewoon nog echt van alles in. Gewoon iets van een dagboek of zo nog. Ja, creepy. Oh, ik vind het echt best wel spannend. Gitaar. Alleen niet lekker vlak. Er ligt er nog van allerlei kleren en zo. Straks vinden we ergens een lijk in de basjes of zo. Ik vind het best wel spannend. Wolf's Creek. Ja. Dankjewel, auto. We hebben hem. Hij gaat mee. De band gaat mee. Oeh. Inladen, die app. Oh, het is ook warm. Go, go. Ja, het is 50 graden of zo. Never look back. Je moet wel begrijpen, het is hier overleven in Outback. Dus liever... Dit doen we anders niet hoor. Oh, wat spannend. Ik zat gewoon de hele tijd op de uitkijk. Maar goed. Hopelijk zijn we hem niet eens nodig. En door! Kings Canyon! En we mogen helaas de wandeling die we heel graag willen doen, niet lopen. Omdat het te warm is vandaag, dus hij is gesloten. Maar anders zou je daar naar boven gaan. En kun je de Kings Canyon vanaf boven zien. Om zeiden nu toch? We hadden
trying, baby. Trying to hold back this feeling for so long. And if you feel like I feel, baby, then come on. Oh, come on. Woo! Let's get it on. Op onze kop. Ja, het ziet er niet uit, maar... Zeker nodig. Ja, absoluut. Ik weet niet of je het nu al kunt zien, maar er vliegen hier zoveel vliegen. Ja, en ze kruipen in je neusgaten, in je oren, in je ogen. Dus we zijn lekker toeristisch. Australische pet op, vliegennetje op. Zijn we net deze berg gaan bekijken, dat is de Mount Olga. En we gaan nu door naar de Uluru voor de sunsets. En aan het kijken naar de sunset, die er niet is, want de wolken, de zon zit achter de wolken. Helaas, maar het is nog steeds mooi. Dat hadden we ook kunnen verwachten, hè? Dat of ging regenen, of dat er geen sunset was. Ik ben de tweede. Oh mijn god, knetterveel kamelen op de weg. Oh. Let's get it on. Gisteren erachter dat helaas onze koelkast het ook niet meer doet. En we gaan even kijken waaraan het ligt. Gelukkig zijn onze vorige eigenaren van de bus waren zo secuur dat ze overal de bonnetjes van hebben. Dus we kunnen eventueel terug met de koelkast. Maar ja, anders kunnen we nu tot aan Adelaide ons eten niet koelen. Hoewel het hier best cool is. We zitten in een stadje waar iedereen onder de grond woont. Omdat het hier zo ontzettend warm moet zijn. Vorige week was het hier nog 48 graden. En nu zijn wij hier en is het heel koud. 18 graden. Scheelt maar 30 graden. In een week tijd. Maar het voordeel is, we hebben vannacht een keer heerlijk geslapen omdat het een keer koel was. Ja, dat is wel een voordeel. Nou, we hebben ook maar besloten om deze te gaan vervangen. Nu hebben we toch al helemaal... Ja, je zou denken, dit beeld heb ik vaker gezien. Ja, we hebben nu toch al helemaal de slag te pakken. Want, ik zal even laten zien, de band die heeft helemaal van die slijtagesporen. Dus we durven niet zo goed verder te rijden hiermee. En we hebben toch die reserveband opgepikt. Zeker een voorwiel, als die knapt, dan verlies je ook de macht. Dus DJ, you know the drill. Yes. We gaan er weer voor. We gaan op zoek naar geluk. Ja, we kunnen wel wat geluk gebruiken. Ja. In één keer tegen gaan werken en dan weer stukken opel gaan vinden. Dat is een glimmende soort steen met een soort blauwig met kan allerlei kleuren
bevatten. En die kunnen heel veel geld waard zijn. Ja, dus we zijn nu in de Opal Capital of the World. Dus we hopen, er is hier een public area waar je zelf naar open kan zoeken. Dus we gaan ervoor, in de regen. En we gaan toch eventjes kijken of we misschien toch een beetje geluk hebben. Fingers crossed! We hebben wat stenen gevonden. En we weten niet wat het is. Dus we gaan nu even naar zo'n opal shop kijken hoeveel het waard is. Jawel hoor, het is opal! We hebben, moet je één keer dit stukje kijken. Deze heeft dus een klein beetje glinstering. Deze is eigenlijk helemaal niks. Het is gewoon wit opal. Maar het is opal! En we hebben het gevonden. We hebben hier net gekeken naar het winkeltje. En hij vertelde het, maar het is eigenlijk niks waard. Hij zei, hou het maar als souvenir. Maar je wordt er niet rijk van. Dus helaas, maar hij heeft ons wel allemaal geluksdingetjes gegeven. En allemaal opals en een pinnetje van een kangoeroe of zoiets. En een andere steen. Het hopelijk brengt ons geluk op het einde van onze Outback-rit. Hey Tijsjan. Hey Anna. Hoe gaat het met jou? Gaat heel goed met jou. Ja, goed. Nou, daar zitten we dan. In de bewoonde wereld van Adelaide. Yes, we made it! Meteen maar de Outback baat eraf geschoren. En naar de kapper geweest voor $10. Dus, ja, dat is helemaal weer fris en fruitig. Yes. En voor de oplettende kijkers onder ons, is het je misschien opgevallen dat we in Alice Springs weinig tot geen beelden hebben? Nee. En dat heeft ook een reden. Wij kwamen aan in Alice Springs met... Etenstijd. Ja, met etenstijd. En we wilden eten gaan maken in het park. En... We zetten alles neer zoals we altijd doen. Ons kookstelletje, pannen en noem maar op. Ons eten lag op de picknicktafel. En binnen een kwartiertijd zijn we... belaagde alcoholisten, is ons eten opgegeten door zwervers en ja, werden we een aantal keren door politie gewaarschuwd. En, yeah. Nou, in ieder geval, het was totaal niet veilig. En... Nee, het voelde gewoon echt niet zo heel, heel fijn. En toen, tot overmaat van ramp, kreeg Tijsjan opeens in de smiezen dat hij geen portemonnee meer op zak had. Dus blinde paniek. Ja, ik dacht echt dat ik gerold was. Ja. Dus we waren helemaal in paniek. Snel bankpassen, wilden wel snel gaan blokkeren. Ja, we hingen al net aan de telefoon. Ja, we hingen al aan de telefoon en plots lag hij gelukkig in de auto. Dus we zijn blij dat we de Outback hebben overleefd. En dat we nu heerlijk in de bewoonde wereld zijn. Het was wel echt een toffe ervaring. Echt tof. Ik zou het ook zo weer doen. Maar het was wel even dat je denkt, who's messing with us? Ja, we hadden wel veel tegenslagen. Ja. Maar we hebben het allemaal doorstaan. Nee, het was een super ervaring. Het was echt leuk. Ja. We zijn dus in Adelaide aangekomen. En daar hebben we gelijk werk gemaakt van onze koelkast die kapot was. En van onze gastelletje. Nou ja, die hebben we allebei kunnen fixen voor in totaal $20. Dus dat is oké. Ja. Maar toen moesten we de bus nog een service laten doen. Ja. En dat is ietsjes duurder uitgevallen dan we gehoopt hadden. Dus ka-ching, we komen weer terug naar huis. Nee. Ja. Dus we gaan weer op zoek naar werk. Ja, en dat is serieus waar, want we hebben nog wat tijd over waarschijnlijk in Australië. En we hebben ons working holiday visum alleen in Australië, niet voor Nieuw-Zeeland. Ja. En het is gewoon leuk om met nog wat geld terug te komen. Ja. En aangezien je hier zo goed verdient. Gaan we maar kijken of we een baantje ergens kunnen krijgen. Laten we duimen! Yeah. Woo.